De herdenkingsdienst rond de 8 december moorden is gisteravond gehouden in de kathedrale basiliek Sint Petrus en Paulus. Gisteren was het 35 jaar geleden dat 15 Surinamers zijn gedood in het fort Zeelandia. De dienst is gehouden door de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, OGV. De organisatie heeft voor de basiliek gekozen omdat er meer mensen hier opgevangen kunnen worden dan in de Alfonsuskerk, waar de dienst de laatste jaren is gehouden. Voor aanvang van de dienst liepen de nabestaanden elk met een portret van de overledenen. De portretten zijn aan de voorkant op een rij gezet waarna er 15 dia's voor elk portret zijn aangestoken. Behalve de kleine portretten waren er grote... Van de 15 slachtoffers voor de basiliek geplaatst. Het thema van de herdenkingsdienst dit jaar was recht en waarheid maken vrij. De dienst was enorm druk bezocht door niet alleen nabestaanden, maar ook een aantal parlementariërs. Pater Toonte Dorsthorst ging voor, de in, ging voor in de dienst en zei dat wij de strijders voor democratie, die op 8 december zijn heengegaan, het leven niet terug kunnen geven. Pater de Dorstors zei ook dat als de verantwoordelijken hun aandeel zouden erkennen, dat een stuk genoegdoening zou geven aan de familieleden die hun dierbaren hebben verloren. Volgens de Dorstors kan zonder erkenning en acceptatie van je eigen aandeel het moeilijk zijn om vergeving te ontvangen van God en de mensen.